Om meer bewustwording onder jongeren over hun seksuele rechten en het begrip naar elkaar toe te creëren, verzorgt Stichting Lobby Health Center een peer educator trainingstraject. Een peer educator is een tiener of jongvolwassen die voorlichting geeft aan jongeren. Volgens peer educator Roxanne Roddy Wongso is het belangrijk dat jongeren klaarstaan om elkaar te helpen als het gaat om seksuele educatie. Zoals we weten hebben jongeren hulp nodig. Dus ze hebben iemand nodig om mee te praten als iets er dwars zit. En oudere mensen, het is niet altijd een optie om naar een oudere toe te stappen. En dat weten we allemaal door misschien omdat ze zich schamen, omdat ze zich niet weten te uiten tegen een oudere. Of dat ze gewoon bang zijn dat een oudere ze als het ware zal judgen. Maar een jongere, tot een jongere, begrijpen elkaar eerder, want ze hebben het misschien ook meegemaakt. Ze zijn vrijer tot elkaar en het is dus dan veel makkelijker voor zo'n jong persoon om zich te uiten naar een ander jong persoon. En het is dus belangrijk dat de anderen tot wie ze praten een basis aan kennis heeft om ze dus de goede richting op te sturen. Roddy Wongso geeft aan dat de training is opgebouwd uit verschillende onderwerpen. Enkele daarvan zijn seksuele rechten, eigen seksuele geaardheid, gezinsplannen en anticonceptie. Jongeren krijgen dan een beter beeld over de veel voorkomende problemen, zegt Roddy Wongso. Het zijn dus eigenlijk informatie en tools die ze nodig zullen hebben om andere jongeren te helpen. Als we denken aan gezinsplanning bijvoorbeeld, om tienerzwangerschap te voorkomen of om ze een beetje te helpen als ze al zwanger zijn bijvoorbeeld. Anticonceptie, om te voorkomen dat er een tienerzwangerschap plaatsvindt of niet eens een tienerzwangerschap, maar om een ziekte zoals een SOI, HIV of een herpes te voorkomen. En overal om ook bepaalde weerbaarheid te creëren, toch? Om zelfverzekerd te zijn van ik wil dit nog niet of ik wil dat wel, maar dit zijn de consequenties en ik sta bereid ervoor. Na het trainingstraject zijn de jongeren verplicht de aangebrachte vaardigheden toe te passen in hun dagelijks werk en leven. Om dit doel te bereiken zullen er terugkomdagen worden gehouden.